Ja, we gaan er onmiddellijk aan beginnen. Dijt Wint van Geel. Nicky, graag uw reactie, uw visie, uw analyse. Oh, ik denk dat in de eerste helft een onderhoudende eerste helft was. Dat toch twee ploegen proberen te voetballen. Deins enerzijds met de aanvallende kwaliteiten, de lopende mensen, de beweging in en rond de bal. En dat wij de ruimte die we kregen op de flanken zo goed mogelijk wilden benutten. Zonder dat beide ploegen echt uitgespeelde kansen kregen. De eerste kans die Deins krijgt, denk ik dat wij daar in de fout gaan door een laterale bal in te spelen. En goed, dan denk ik dat je de eerste helft allebei eigenlijk onder controle hebt. En dan de tweede helft moet je proberen die lijn verder te trekken. En dat proberen we te doen. We vinden goede ruimtes ertussen. Zonder uitgespeelde kansen te krijgen. En dan weet je ook, ze hebben goede spitsen. Dat je, ook al heb je die redelijk goed onder controle, geef je weinig kansen weg dat je zo'n spitsen van dat kaliber natuurlijk niet veel ruimte moet geven. En dan komt Deins 1-0 voor en dan krijgen we wel de eerste 5 à 10 minuten het moeilijk. Krijgen ze nog de kans op 2-0, maken ze niet af. Krijgen ze ook nog een kans van ons die we opnieuw weggeven, maken ze ook opnieuw niet af. En dan straffen wij eigenlijk een mistast in hun defensie of middenveld af, maken we 1-1. En dan denk ik dat de wedstrijd in beide kanten naar beide kanten kan vallen. Veel balverlies, veel slordigheden, waardoor eigenlijk meer op de tegenaanval wordt gespeeld, waardoor heel veel krachten worden gebruikt. Waar Deins toch misschien op dat moment net iets de bovenhand had. Ook nog een bal op de lat trapt. Goed, en dan weet je dat je die wedstrijd moet proberen over de streep te trekken. En dat ook niet de eerste keer is dat Deins op stilstaande fase in blessuretijd. Ik denk dat de wedstrijd van Oosterzone ook al 1-2 achter, 3-2 winnen. Dat we daar scherp op moeten zijn. En dan vind ik het jammer dat toch die fase, dat we daar de afspraken niet nakomen. En dan dat we die wedstrijd verliezen. En dat is heel zuur als dat de allerlaatste minuut is. Ja, hebt u de rode kaart goed kunnen beoordelen? Nee, de rode kaart heb ik niet kunnen beoordelen. Wel de reacties er rond. Als ik zie dat de spelers van Deins gaan kijken en beginnen te lachen, dan denk ik niet dat het echt is. Maar goed, beelden zullen een uitsluitsel geven. Ik ga mij daar ook niet echt over... Over uitspreken of het wel is. Als het wel is, oké, dan zal hij een sanctie krijgen. Is het niet, dan zullen de beelden hem ook wel gelijk geven. Dus ik heb de fase niet gezien, maar ja, het is jammer dat dat ook nog gebeurt. Maar al wel dat u een ontgoocheltrainer. Ja, absoluut. Als je een punt hier kan meenemen tegen een ploeg die toch ondertussen 43 punten heeft. Die punten zijn vergaard geweest tijdens het seizoen. Dat betekent dat je ook bovenaan meedoet. Als je hier dan een punt kunt meepakken, moet je dat absoluut doen. En dan is het heel zuur dat die hoekschop binnengaat. En je weet dat je alles op alles moet zetten om die duels nog te winnen. En we komen niet naar de eerste paal zoals gevraagd als we de eerste paal verlaten. En twee, het duel wordt te makkelijk verloren. En dan is het heel zuur en dan ga je met een heel gefrustreerd gevoel naar huis. Goed. Uw reactie, Reggie, op wat Nicky weet te vertellen over de wedstrijd? Antwoord op Reggie. Toch dat we een analyse moesten geven. dat kun je dus dezelfde tijd doen misschien. Twee goed georganiseerde ploegen. En we kennen Geel, we zijn geen eraf gestraft. Door een goede organisatie en een snelle omschakeling, noemen ze dat tegenwoordig. Hè? Ja. Vroeger was dat kanters, nu is dat snelle omschakeling. En dus waren we ook ervoor beducht vandaag. Maar ik denk dat wij de eerste helft twee kansen krijgen. En voor de rest een moeilijke match. En ik heb ook aangegeven tijdens de rust dat wie vandaag scoort. En dat zal meestal gebeuren met stilstaande fase, denk ik, of het toch een concentratieverlies. En ik denk dat dat ook gebeurd is. En dan komen we 1-0 voor en dan denk ik, oké, als we nu een beetje bij de zaak blijven, maar dan zie je dat wij toch de maturiteit missen. We beginnen dan wat te mini-voetballen op onze juist onder middenlijn, ik denk Sons en De Greef. En dan dat is toch het gemis om echt mee aan de top te spelen, vind ik. En gelukkig hebben we dan, iedereen heeft me al gezegd, na een nieuwjaar zal het beter gaan dan de eerste ronde met terugkeer van De La Cour en Mizin. En ik heb erop geantwoord, we zullen zien. Want die jongens hebben 5 maanden niet gespeeld. Maar dan zie je in zo'n wedstrijd dat Jérôme toch wel van goudwaarde is, die kan uit het niets toch wel iets toven, hè. Zijn eerste doelpunt bijvoorbeeld, tweede ook, is hij toch bij de zaak. Het was niet zo makkelijk omdat wij qua kopbalkracht toch veel duels hebben verloren tegen dit Geel. Maar dan zie je dat hij toch op de juiste plaats kan staan en de juiste richting kan geven om de bal om te scoren.
Dus het is inderdaad niet voor de eerste keer dat we de laatste minuten een matje naar onze hand zetten. Maar ik denk dat dat komt omdat wij niet alleen conditioneel, maar ook mentaal toch wel een groep hebben die, ja, die wilt winnen. Ik denk dat er hard aan is gewerkt en de laatste weken vooral. En ik denk dat de groep hem er ook boven gezet heeft. Dus we hadden nog iets goed te maken tegen de tegenstander, we hebben dat gedaan. En we wilden ook de onrechtvaardigheid die ons aangedaan wordt, toch ook wel naar onze supporters toe die ons toch gesteund hebben op alle mogelijke manieren. Voordat we de afreis naar het Kiel doen, toch wel met winst valideren. Dat is ook daar gebeurd. Oké.